Wat gebeurd is, is een terroristische daad. Ik heb me ongelooflijk geërgerd aan tweets en berichtgeving die het hadden over strijders en militanten. Dit zijn terroristen. Als jij burgers, baby's ontvoert, vrouwen doodmaakt, naakt vervolgens de lijken door de straat sleept, onschuldige burgers, dit is terreur. Dit zijn terroristische daden. En op het moment dat dat om ons heen in Parijs of op andere plekken gebeurt, terecht praten we er vol walging over, dat hoort hier ook. En op het moment dat dat gebeurt en nog gaande is, past voor mij niet een ja, ja maar. Dat past niet. Nee. U zegt vanavond ook, heeft u gezegd op een bijeenkomst, dit geweld moeten we zonder enige terughoudendheid veroordelen. En dat is eigenlijk wat u dan nu doet. Dat is wat het is. Ja. En weet u, ik ben zo vaak in Israël geweest, ook in de Palestijnse gebieden, bij de grens met Gaza, vluchtelingenkampen bezocht. We hadden het er vorige week hier aan tafel over kunnen hebben en over een tijd weer. Maar door wat er nu gebeurd is, ja. Vrede is nooit zo ver weg geweest. En dat is door wat Hamas hier heeft gedaan aan terreurdaden. En er zullen inderdaad aan de Israëlische kant en aan de Palestijnse kant nu onschuldige burgers sterven door wat hier gebeurd is. En daar huilt mijn hart voor.